Ik ben Peter, Peter Terijn. Ik werk voor samenlevingsopbouw, Reason, vanuit Halvijf. En ik heb het initiatief genomen voor de buurttuin. Ik ben dus Jan van Loppen en ik werk professioneel bij Veld, maar sinds vorig jaar 80% en de woensdag die zo vrij kwam, wou ik in de praktijk meer dingen gaan doen. En dan kreeg ik ook te horen van dat terrein naast Halvijf komt beschikbaar en heb ik het voorstel samen met de vrijwilligers van Veld Leuven gelanceerd. Kunnen we daar geen leerpluktuin maken? Ik ben Luc Jacobs en ik heb vorig jaar al een beetje mee gewiet in de tuin. Ik ben grote fan van een buurttuin. Ik heb het geluk gehad dat mijn vriendin mij vorig jaar... ze heeft zichzelf ingeschreven en op die manier ben ik er eigenlijk een beetje samen ingerold in de buurttuin. En dan bleek ik ineens dat heel leuk te vinden. Dan van een deprimerend iets was corona, dan toch iets heel leuk gemaakt. Want het afgelopen jaar heb ik me helemaal in het moestuinieren gesmeten. En plots bleek ik dan een van de trekkers te zijn bij de buurttuin. Wat is voor mij die buurttuin? Dat is eigenlijk zo van het contact met de buren, vind ik op zich al iets heel belangrijk. En dat samen iets doen met de buurt maakt ook dat die buurt zo een stukje van jezelf wordt. En dan in zo'n wijk waar mensen samenwerken, heb ik ook altijd het gevoel, daar straalt iets van warmte uit. Zo de mensen die samen iets doen, die zorgen ook wat voor elkaar. En dat is hetgeen wat ik eigenlijk waar ik aan wil bijdragen in de wijk. Dat is eigenlijk misschien wel het voornaamste principe van het tuinieren, het ecologisch tuinieren, de vruchtwisseling. Want bijvoorbeeld aardappelen en kolen zijn heel ziektegevoelig, dus het is belangrijk dat die kool, dat maar om de 6 jaar op dezelfde plek terugkomt. En eigenlijk is dat wat de tuiniers, dat is een van de basisprincipes die ze leren. Ik heb inderdaad een aantal vragen gehad al van mensen over wat de mogelijkheden zijn voor dit jaar. En de vraag die ik dan hoor is zo van, kan iedereen zomaar aansluiten? Bijvoorbeeld met een fysieke handicap of iemand die de taal niet goed spreekt. En dat is inderdaad het opzetten, dat iedereen die wil contact neemt met ons en dan ziet hoe ze kunnen aansluiten. Dus voel je vrij om gewoon je steentje bij te dragen. Dat hoeft niet veel te zijn. Je mag gewoon aansluiten in welke hoedanigheid dat je kunt. De affiche die zegt bijvoorbeeld de verschillende data. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Dus eigenlijk samengevat komen we allemaal. In tijdslots komen we de derde en daar krijgen we vooraf een doodle van. Ja. En dan wijst alles zichzelf uit. Is dat een goede samenvatting?